Hi lieve kijkbuiskindertjes, we zijn vandaag weer met een nieuwe workout. Vandaag is het een hele lange workout, dus het is voornamelijk ook hier een spelletje. Het zijn 30 minuten AMRAP. 30 minuten lang gaan we blijven bewegen. Het is de bedoeling dat jij eigenlijk vanaf het begin af aan een lekker tempo vindt. Setjes goed opbreekt, je goed kan ademhalen. En dat je uiteindelijk dus de laatste 5 minuten door kan pakken. En dat je nog even kan aanzetten, zodat je echt helemaal voor pampus weer op de bank kan liggen. Want dat is lekker dichtbij nu. Je hoeft niet meer helemaal naar huis. Je kan gewoon meteen nadat je klaar bent gaan liggen en een tukje doen. Over de bewegingen zo meteen. Eerst even de warm-up. Want ook de warm-up is vandaag even anders dan de afgelopen paar dagen. We gaan even het dobbelspel doen. Volgens mij, dat hoop ik in ieder geval, hebben jullie allemaal 2 dobbelstenen thuis. Ja, zo niet heb je er in ieder geval 1 nodig. Dat is ook prima. Maar 2 is net eventjes wat makkelijker. Wat gaan we doen? We hebben het wel eens vaak in de les gedaan, maar wellicht heb jij het toevallig niet gedaan. We hebben hier 6 verschillende oefeningen. Ja? Oefening 1, burpee plus high jump. Oefening 2, sit-ups, moving plank, jumping jacks, knieheffen en arm circles. Ja? En het leuke is, met die 2 dobbelstenen bepaal je dus zelf wat je gaat doen, hoe vaak je dit moet doen. En ik zou aanraden om dit eventjes, dit spelletje, 10 minuutjes te doen. Ja, als je al zegt na 5 minuten, omdat je hem al best wel pittig gegooid hebt, dat je al helemaal warm bent, is prima. Maar 10 minuten is leuk. Neem je tussendoor een klein beetje rust, je hoeft niet meteen constant door te blijven gaan. Dus kijk eens, 2 dobbelstenen. Jullie mogen gewoon kleintjes gebruiken. Ene, dus dat is in dit geval de groene, die bepaalt welke beweging ik ga doen. Ja, dus als ik hem gooi, heb ik hier 4 staan. Ja, dat betekent dat ik dus beweging 4 moet doen. Dat zijn jumping jacks. Dan heb ik de tweede dobbelsteen. Die ga ik ook gooien. En die gooit 6. Dat is pittig. Dus als je het elke keer 6 gooit, dan heb je best wel ben je snel warm. Wat nu het idee is dat je ze bij elkaar op gaat tellen. Dus je doet niet, althans niet eens tellen, je vermenigvuldigt elkaar. Dus je doet 4 keer 6. Je doet 24 jumping jacks. Dat moet je nu doen. Yes? Dus, dan leg je ze even opzij en dan gaan we dus jumping jacks doen. Ja, we hebben ze laatst ook al gedaan in de warm-up. 24 keer. Als ik dan klaar ben, ga ik vervolgens weer gooien. Eerst met de beweging dobbelsteen. Dus dat is de groene in ons geval. En dan pas hoeveel herhalingen. Ja, dus gooi je 1 keer 1. Dan heb ik dus maar 1 burpee high jump te doen. Het ziet er als volgt uit. Dus ik ga naar de grond, kom weer omhoog en vervolgens spring ik zo hoog mogelijk en land ik weer zacht neer. Ja, we hebben ook de sit-ups. Voeten bij elkaar. Grond aantikken en voor je teen aantikken. De grond aantikken, voor je teen aantikken. We hebben knieheffen. Lekker hoog, je kan even je handen gebruiken als target. We hebben arm circles. Dan ga je de ene kant, andere kant. Ene kant, andere kant. Hou ze in lijn of net onder de lijn van je schouders. Zodra je te hoog gaat, dat heb je zometeen ook met de lateral raises, is dat je dan te veel je nek gaat aanspannen. Nek lekker ontspannen houden, het gaat puur alleen maar om de schouderkoppen. Tot slot hebben we een moving plank. Dan gaan we vanaf hier, dat hebben we laatst ook gedaan, naar de grond en weer omhoog. Naar de grond en weer omhoog. Minimaal de heupen schudden, goed aanspannen, billen knijpen. Ja, dus dat is voor de warm-up. Dan, als je warm bent, is het maar bij jezelf, tussen de 5 en 10 minuutjes ga je dit spel gewoon spelen. Dan ga je een 30 minuten AMRAP. Yes? We hebben no rope of mat rope double unders. 100 stuks. Ja, no rope is puur als je hem binnen gaat doen. Je gaat natuurlijk niet binnen met een touwtje in de gang. Dus dan krijg je dat je gaat staan, armen langs je lichaam. Je kan 2 dingen doen, of je gaat dat heel vaak als skill doen. Ga je tik op je benen. Of je maakt je armbeweging erbij. Dat is wat jij wil. Ja? Het idee is dat je genoeg hoogte pakt. Kuiten lekker warm maakt of lekker traint. En je moet natuurlijk moe worden. Ja? Na de double unders doen we 100 mountain climbers. 50 per kant. Ja? Links plus rechts is 2. Handen op de grond, onder je schouders. Ga niet te ver naar voren leunen, maar ook zeker niet te ver naar achteren leunen. Gewoon eronder houden. Uitduwen je schouders, dus rug goed
een beetje bol maken. En vanaf hier gaan we de knie ergens tussen de ellebogen in. Je hoeft niet je ellebogen aan te tikken, want dat gaat misschien pijn doen. Maar we gaan dus elke keer beide ellebogen in de buurt, terwijl je op je plek blijft. Dus je kijkt, voorste been zweeft. Voorste been zweeft. Dus niet neerzetten. Dit is geen mountain climb. Yes? Dus we halen hem in de lucht, want dat zorgt juist voor dat we die heupflexoren gebruiken en de buikspieren. Als je hem elke keer neerzet, ontspan je juist die spieren, ben je ze niet aan het trainen. Dat is juist de uitdaging. Ja, tegelijkertijd natuurlijk ook de schouders. Daar doe je dus 50 per kant om de beurt. Dan 100 jumping jacks. Ja, net in de warm-up gedaan. Dat duurt eventjes. Ja, dat is ook wel lekker voor het springen, lekker voor de kuiten. Maar puur gewoon weer die ademhaling. En daarom is het ook zijn veel herhaling, want het is ook een lange workout. Ik wil dat je gewoon rustig gaat bewegen. Zie het als een, wat is het, een 5 kilometer, 8 kilometer run. Lekker tempo pakken. Niet kapot gaan, want anders hou je die run niet vol. In dit geval ook. Ja, gewoon op een rustig tempo bewegen. Eventueel genoeg rust nemen tussen bepaalde setjes. Dan heb je dus 3 keer 100 herhalingen gedaan. Gaan we 50 sit-ups doen. Net ook in de warm-up gedaan. Voeten bij elkaar. Aantikken. Aantikken. Yes. Als je op een gegeven moment heel moe wordt, kan je iets meer snelheid halen uit je armen. Maar dat hoeft in het begin waarschijnlijk niet. Dan, single leg floor taps. Ja, het lijkt een beetje op de oefening van gisteren in de warm-up met de deadlift en de knee raise. Wat je dus wilt doen, is je gaat op één been staan. Je gaat je tegengestelde arm gebruiken als ik mijn linkerbeen, rechterhand. Dan ga ik dus de grond aantikken en weer staan. Aantikken en weer staan. Aantikken en weer staan. Als je kijkt vanaf de zijkant. Ik gooi mijn heup naar achter. Ik ga dus niet helemaal naar voren leunen. Dan val ik namelijk ook. Als ik mijn heup naar achter beweeg, komt er goede spanning op de hamstrings, op de billen. En ik span natuurlijk mijn buikspieren aan. Elke herhaling ga ik dus niet ademen, maar op die manier stabiliseer je heel goed. En je pakt dus echt goed de hamstrings in je billen zonder gewicht. Ja, beweeg een hoge hoeveelheid herhalingen. 25 op de ene kant, 25 op de andere kant. En je hoeft dus niet af te wisselen. Je mag zelf bepalen hoe je dat invult. Maar het moet lekker zuur gaan worden. Lekker gaan branden. Allebei de kanten. Tot slot hebben we één soort attribuut nodig naast eventueel een touwtje. Kom eens dichterbij. Ze liggen bij ons ook bij de dumbbells. Want, kijk eens. 2 flessen water. Yes. 1,5 liter kan je mee beginnen. Je kan eventueel zwaarder gaan. Ik weet dat we flessen jullie thuis hebben, maar over het algemeen 1,5 liter hebben jullie vast wel. Vul je met water of ze zitten al vol met andere dingen. 50 keer je armen optillen. 50 keer. We gaan vanaf hier tikken de benen aan en we gaan dus niet hoger dan de schouders. Waarom? Als ik hier naartoe ga, ga ik mijn nekspieren aanspannen. Dat is niet de bedoeling. We willen gewoon de schouders. Dus aantikken, omhoog. Omhoog. Passeer even 1 seconde of een half seconde op de goede hoogte. That's it. Op een gegeven moment gaan de zijkanten van je schouders gaan heel erg branden. Helemaal naar al die andere dingen die je al gedaan hebt. Er zitten ook best wel wat schouders bij. Heb je 1 rondje gedaan? 30 minuten AMRAP. Gaan we gewoon weer opnieuw beginnen bovenaan. En gaan we dus door. Ja, dus wederom, begin rustig. Split het een beetje op. Adem rustig door. Focus goed op je ademhaling. Die laatste 5 minuten, dat is mindset. We zijn er niet bij, hè? Je moet het echt zelf doen. Maar goed, dat is het plan voor vandaag. Yes? Succes!